Maarten Gielen. Hallo. Waar gaan we het deze keer over hebben? Over social enterprise. Je mag me straks binnen uitleggen wat dat is. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Keet. Het programma waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal staan. Ze staan met hun baan midden in de samenleving. De eerste medewerker die ons haar werk laat zien is Tanja Rooijakkers. Ik ben Tanja Rooijakkers en ik werk bij IBN Productie in Veghel. Ik ben daar eerste medewerkster en ik werk op de afdeling Greypens. Mijn taken als eerste medewerkster zijn het aansturen van de afdeling, het begeleiden van mensen, het inleren op de verschillende plekken, het lijmen, laseren en de inpak. Ja, ik ben eigenlijk een beetje ook een vliegende kiep op de afdeling. Als ik zelf meewerk, dan is het vaak lijmwerk. En dan zit ik aan een draaitafeltje met een mal. En die is ervoor om hem op een lamp goed en netjes op elkaar te krijgen. En dan alle ringen zijn genummerd. En die gaan recht boven elkaar, zodat het patroon mooi naar voren komt. En zo ga je de lamp helemaal opbouwen. Sommige lampen zijn uit twee delen, dus als de twee helften klaar zijn, dan plak je de twee helften op elkaar. En dan wordt hij hier neergezet om te drogen. Ik heb in 96 en 97 ook een auto-ongeluk gehad. Daardoor heb ik een whiplash opgelopen. En heb ik heel veel hoofdpijn, vermoeidheid. Het is net of ik altijd botsautootjes in mijn hoofd heb. En ja, dan heb ik er moeite mee om alles weer even op de rit te krijgen. IBN biedt mij structuur, de aandacht die ik soms nodig heb. Wij maken bij Greypens gemiddeld zo'n 200 lampen in de week. Ja, die gaan de hele wereld over. En het is ook echt van dan en dan moet het klaarstaan. Dus we hebben een deadline. En ja, daar werken we gewoon met de hele club voor. Het is gewoon echt volwaardig werk waar ik in ieder geval zo ontzettend trots op ben. Echt trots op ben. Ik zit hier in de Keet met de algemeen directeur van IBN, Maarten Gielen. En we zitten onder de lamp die Tanja gemaakt heeft. Ja, heel mooi product. Maar nu gaan we het hebben over social enterprise. Wat is dat? Het zijn normale ondernemingen met een maatschappelijke missie die ze op een hele bedrijfsmatige manier proberen in te vullen. De winst die ze daarmee maken vloeit terug naar de missie waar zij voor staan. En is IBN zo'n social enterprise? Ja, IBN heeft een nadrukkelijke sociale missie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te brengen. Dat doen we op een hele bedrijfsmatige manier. Dat moeten we ook al doen, met het geld wat we daarmee verdienen zijn wij in staat om die sociale missie op een goede manier in te vullen. En waar gaat jullie winst naartoe? De helft van onze winst gaat naar de 12 gemeenten die aandeelhouder zijn van IBN en die daarmee nieuw werk kunnen inkopen bij IBN. Bijvoorbeeld het digitaliseren van hun archieven, waarmee wij mensen uit onze doelgroep aan het werk kunnen helpen. En de andere helft? Die vloeit terug naar ons eigen bedrijf. Daar hebben we een personeelsfonds en een innovatiefonds. En het personeelsfonds, nou, een voorbeeld daarvan, wat we daaruit financieren, is de aanpak laaggeletterdheid, waarmee we laaggeletterdheid proberen terug te dringen. Vanuit het innovatiefonds ontwikkelen we nieuwe activiteiten, nieuwe werkzaamheden voor onze doelgroep, zodat we invulling kunnen geven aan onze missie. En nu weten wij iets meer over social enterprise. Het volgende portret gaat over Karel Drentje. Een man die zoveel plezier in zijn werk heeft dat hij als vrijwilliger in zijn vrije tijd nog doorwerkt. Mijn naam is Karel Drentje. Ik ben beheerder hier op de kinderboerderij in het land van Kuik. Ik werk via de IBN en ik zit hier 23 uur betaald. Maar een klein stukje vrijwilligerswerk zit er ook bij, dus er worden er wel eens meer dan 23 uur. Dieren, ja, dat spreekt me aan. Mijn taken zijn alles verzorgen, kooien schoonmaken, noem maar op, alles wat op mijn boerderij voortkomt. Dat zijn mijn taken. Als een geit niet goed is, een dierenarts erbij te halen. Ik doe hier rondleiding geven aan scholen, kinderen, van alles. Hokken uitmesten, schoonmaken.
alle werkzaamheden die erbij horen op een boerderij. Ik heb dus problemen met lezen en schrijven. Ik werk niet voor niks bij de IBN. Gelukkig is er nu een cursus en daar zit ik op. Een leescursus via de IBN. En de leraar zegt, God, nou, ik zit daar nou ongeveer een jaar op school. Wat ben jij vooruit gegaan qua lezen en schrijven? Die eieren die worden verkocht hier in de buurt. En van die eierencenten, er wordt wel eens een snoepie voor gehaald. Een plakje ontbijtkoek voor de moeders en voor de kinderen en een bakje koffie. Want ik heb hier door elkaar gesproken, heb ik hier wel tussen de 50 en 70 kinderen hier lopen. Wat allemaal de aandacht vragen. En die ik probeer toch de aandacht te schenken. Ja, ik vind het grandioos dat de IBN bestaat. En ik hoop dat het nog heel lang bestaat. En dat ik dit werk nog heel lang mag blijven doen. Willem van Neerven is een heel ander verhaal. Hij werkt niet voor IBN, maar is door IBN bemiddeld naar werk. En tijdens zijn zoektocht naar de ideale baan heeft hij een jobscan gedaan. Wat dat is, legt hij zelf uit. Ik ben Willem. Ik ben monteur bij Citema. Citema is een bedrijf wat machines ontwikkelt en bouwt voor de textielindustrie. We bouwen voor- en nabehandelingsmachines voor de bedrukte stoffen. Dat houdt in het stomen, het fixeren en het wassen van die stoffen. Bij Citema haal ik vooral mijn werkplezier uit de verscheidenheid van taken. Je mag hier alles doen. De ene keer ben je aan het monteren, de andere keer ben je elektromotoren aan het aansluiten en zit je in de bekabeling. En het is een wat kleiner bedrijf en de collegialiteit onder elkaar die is gewoon heel fijn. Na een periode van burn-out ben ik in arbeidsintegratie terechtgekomen. En daar heb ik bij IBN een jobscan gedaan. Houdt in heel veel vragen maken en die worden beoordeeld via een computerprogramma. Uit die jobscan kwam uit dat mijn interesses in de techniek en in het groen lagen. Mijn denkniveau lag toch nog op een universitair niveau. En van daaruit zijn we gaan zoeken bij onderwijsinstellingen, bij technische bedrijven. IBN heeft een proefperiode voor me afgesproken. En na die proefperiode dus wederzijds goed bevallen en heb ik hier een arbeidscontract gekregen. In de toekomst kan ik ook meedenken in het ontwikkelen van de machines en het verbeteren van de huidige machines. En dat ik meer mee zal gaan naar klanten om de machines te installeren. Ik ben al een keer mee geweest, gewoon om te kijken wat dat inhield, het werk. En ja, ik moet zeggen, dat is echt superleuk geweest, ook de contacten bij die klant. Ja. Dit was de Kate voor deze maand. Wil je deze aflevering of de vorige nog een keer terugzien, dan kan dat via onze website www.d-tv.nl. Bedankt voor het kijken, tot de volgende maand.